Welkom bij Kristal Helder en welkom bij deze video. Dit is een bericht voor iemand die het nodig heeft op dit moment. De algehele energie is what did we lose? Wat zijn we kwijtgeraakt? Wat ben jij kwijtgeraakt? Nou, dat gaan we eens ontdekken. Oké, nou, we beginnen met de orphan, het weeskind. De warrior, de krijger. En de mystic. Het kan natuurlijk iets zijn uit jouw kindertijd, dat daar iets... Dat je daar iets hebt verloren. Ik krijg een gevoel van verlies. In de zin van... Het kan zijn letterlijk je ouders verloren hebben, maar het kan ook zijn dat jouw ouders emotioneel niet beschikbaar waren. Dat daar een verlies van aandacht is geweest. Ja, de krijger, dat kan ik op twee manieren ook lezen. Het kan zijn dus dat jij in een bepaalde rol bent gestapt als krijger, dus als strijder, dus heel erg vanuit die mannelijke energie bent gaan leven. Dus emotioneel ook niet beschikbaar bent. Dus niet vanuit die vrouwelijke energie, maar echt die mannelijke energie. Dus dan kan ook niks dichtbij komen, omdat je dat ook niet kent. Maar het kan ook zijn dat jij aan het strijden bent als krijger om dit terug te krijgen. Dus dan word je weer heel erg afhankelijk of aanhankelijk. Nou, zo kijken hoe dat zich gaat uitwerken. Ja, de mystic, die wil ik wel even kijken in het boekje. Ja, een mooie vlinder die dus ja, de transformatie aangeeft, maar ook het mysterie van het leven. Maar we gaan even kijken wat Kim Krans daarover zegt. De seeker, de zoeker, de lightworker, de dreamer. Wanneer het vanuit het donker bekeken wordt, je verwacht dus resultaten. Je zoekt aandacht en erkenning. Ja. De seeker, dus je bent dus die zoeker. Jij zoekt dus iets vanuit... aanhankelijkheid, de aandacht willen hebben omdat je dat gemist hebt. Verloren bent in het verleden, in je kindertijd. Ja. Dus what did we lose? Aandacht. Ja, dus dat is hetgene wat je dus verloren bent in jouw kindertijd.
Omdat je het simpelweg niet gekregen hebt van jouw ouders. Omdat jouw ouders het waarschijnlijk niet konden geven. Emotioneel onbeschikbaar waren. En jij dus heel erg naarstig op zoek bent naar aandacht. Naar erkenning. Naar gezien worden. Ja? Dus je klampt je ook vast aan situaties, hè, met mensen voornamelijk natuurlijk, want daar zoek je dus die aandacht. En je zal dus merken dat je het tegenovergestelde gaat krijgen in jouw leven natuurlijk, hè. Dus mensen die jou dus gewoon helemaal niet zien, jou niet erkennen, niet die aandacht kunnen geven die jij zo graag wilt. Hè, dus jij trekt mensen aan die emotioneel dus niet beschikbaar zijn. Maar dat komt omdat jij dat zelf ook niet bent. Omdat je dat niet geleerd hebt. Je hebt dat niet gekregen vanuit je ouders. Dus dan kan je ook niet verwachten dat jij dat terug kan geven. Hè? Wat niet geleerd is, wat je niet hebt meegekregen, ja, kunnen we anderen ook niet geven. Oké. We gaan even kijken wat erbij komt. We hebben veel paden, de regenmaker en de beslagen spiegel. Veel paden bij de orven. Veel richtingen. Er sluimert ook een ander bericht hier doorheen. En dat zal echt niet voor iedereen gelden, maar voor een specifiek persoon. Of hooguit twee personen, ik weet het niet. Maar er zijn ook mensen die dus wees zijn geweest. Hè? Dus de ouders echt ook verloren hebben. Of de ouders hebben het kind afgestaan. En jij dus van gezin naar gezin naar gezin moest verhuizen. Dat krijg ik voor een aantal door. Maar voor anderen heb ik het gevoel dat vele paden voor jou betekent veel relaties. Veel connecties in jouw leven. Allemaal connecties die dus jou niet die emotionele aandacht konden geven. Voornamelijk liefde. Ja, het kan ook wel vriendschap zijn, maar ik neig meer naar de romantische partners. Dat je daar dus de aandacht bent gaan zoeken, de liefde bent gaan zoeken, de warmte bent gaan zoeken. En dat konden ze jou niet geven, omdat jij dat nog niet aan jezelf kon geven. Het is de bedoeling dat jij eerst emotioneel beschikbaar wordt voor jouzelf. Ja, dus er ligt al heel veel ervaring achter de rug bij jou. Ja, dus je hebt al veel meegemaakt. En dat heb je niet verwerkt. Ja, dus emotioneel zit dat allemaal vast in jouw lichaam. Dus je kan ook niet emotioneel beschikbaar zijn. Het is de bedoeling dat jij dat dus eerst gaat verwerken. Ja, dus vele paden die dus terugleiden naar de kindertijd. Die mag jij gaan bewandelen. Gaan bekijken, wat heb ik gemist in het verleden? Wat kon mijn vader niet geven? Wat kon mijn moeder niet geven? Zonder oordeel, zonder de schuld daar te leggen. Maar puur te kijken, wat heb ik gemist? Wat had ik graag willen hebben van mijn ouders? Wat voor band had ik graag willen hebben met mijn ouders? En trek dat terug naar jezelf. En wat kan jij vanuit daar, wat je daar gemist hebt, aan jezelf geven?
Bijvoorbeeld de aandacht. Hè? Gezien worden. Dat heb je misschien gemist daar bij je ouders. Hoe kan je dat naar jezelf toe brengen? Hoe kan jij jezelf zien? Hoe kan jij jezelf erkennen? Hoe kan jij die liefde aan jezelf geven? Dat is het onderzoek wat jij mag doen voor jouzelf. Hè? Ik zal even een voorbeeldje van mij geven, want ik heb dit ook helaas meegemaakt. Bijvoorbeeld, ik zocht heel erg de liefde, de warmte, de genegenheid in partners. Omdat ik dat niet gekregen had van mijn ouders. Dus ik moest dat leren naar mezelf toe te brengen. Ja, dus de genegenheid naar mezelf te brengen, de geborgenheid, de warmte. En dit ging ik doen door de dingen te doen die ik fijn vond om te doen. Die mij de warmte gaven, de genegenheid gaven. Ik heb dit gedaan door wanneer ik zeg maar in eenzaamheid viel, mezelf te leren troosten. Hè? Dus letterlijk jezelf leren troosten. Hè? Dus ook omarmen, jezelf sussen, jezelf die warmte geven, wat het kind dus in jou gemist heeft, hè, al die tijd. Dus jij bent dus emotioneel beschikbaar voor het innerlijk kind. Zo moet je het eigenlijk zien. Hè. Wat geweest is, is geweest, dat kan je niet veranderen. Maar het innerlijk kind in jou, die vraagt wel die aandacht. En die aandacht verleg jij eigenlijk in relaties buiten jezelf. Hè. Dus dan ga je daar zoeken. Maar je zoekt het bij mensen die het niet kunnen geven. Want het is de bedoeling dat wij onszelf gaan helen hierin. En zelf eruit gaan komen. He, dus alles wat wij zoeken in die buitenwereld aan onszelf leren geven. Dus visualiseer dus ook jou als klein kind. Die dus iets mist op dat moment. Hè? Bijvoorbeeld de aandacht. Ga in gesprek met jouw innerlijk kind. En vraag wat het op dat moment nodig heeft. Misschien zal het zeggen van, nou, ik heb wat aandacht nodig. Ik heb een knuffel nodig, ik heb warmte nodig. Jij kan dat dan geven. Visualiseer dat jij dat kind omarmt, jouzelf, jouw kleine zelf. En geef die warmte. Ja? Wees emotioneel beschikbaar voor jezelf. En ja, dat ga je zo vaak mogelijk doen. Hè? Wanneer jij het gevoel hebt, ja, ik zoek weer iets buiten mezelf. Of ik val weer in eenzaamheid, ik voel weer verdriet. Ik voel me alleen op de wereld. Dat zijn die momenten dat het innerlijk kind gaat opspelen binnenin jou. En jij dus daarnaar mag luisteren. Hè? Want dan vraagt het aandacht. Wanneer jij dus weer emotioneel beschikbaar bent voor jezelf, zal je dit dus ook niet meer mee gaan maken. Dan zal het innerlijk kind ook verdwijnen. Want dan ben je gewoon in jouw innerlijke kracht een volwassen persoon. En wanneer er een situatie zich voordoet, hè, want we blijven natuurlijk mens met emoties. En wanneer jij op een avond bijvoorbeeld de genegenheid mist, dan weet jij wat je moet doen met jezelf. Hè? Dan kan je dat zelf oplossen en dan ga je dat niet zoeken in de buitenwereld. Hè? Dat je op zoek bent naar een persoon die jou dat op dat moment kan geven en dan daarna weer verlaat. De regenmaker krijg ik bij de warrior. En de regenmaker is voor mij een soort manifesteerder. Jij creëert jouw wereld. En zo is het ook. Jij creëert jouw wereld. Maar je kan pas je wereld creëren wanneer het kind in jou verdwijnt. He, dat innerlijk kind die behoeftig is he, naar aandacht. En, of boos is of verdrietig is. Wanneer dat verdwenen is uit jouw systeem, dan sta jij in je innerlijke kracht en dan kan jij dus een wereld creëren vanuit jouzelf. Vanuit jouw ware potentie, je hogere zelf. Want er is geen ruimte voor een innerlijk kind. Hè? Wanneer jij verder gaat levelen, is er geen ruimte meer voor het innerlijk kind. Dan moet jij dus jezelf kunnen sussen,
jezelf die aandacht kunnen geven. Gekke dingen kunnen doen op zich staand. Hè? Dus niet meer vanuit dat innerlijk kind. Want dat innerlijk kind kan op een gegeven moment dus die blokkade blijven. Hè? Van, ik blijf altijd maar in dat innerlijk kind hangen. En ik moet altijd maar gehoor geven aan dat innerlijk kind. Dat kan op een gegeven moment dus een blokkade worden. Het innerlijk kind is daar omdat je trauma hebt meegemaakt. En wanneer je trauma oplost, verwerkt wordt, dan verdwijnt het innerlijk kind. Ja, sommigen zeggen van het innerlijk kind verdwijnt nooit, dat zit altijd in je. Maar ik geloof daar niet in. Op een gegeven moment moet dat gewoon klaar zijn en je moet verder. En je kan je kinderlijk gedragen wanneer je daar behoefte aan hebt. Als jij behoefte hebt om op een schommel te gaan zitten of te gaan hinkelen, dan zou dat moeten kunnen. Maar komt dat vanuit het innerlijk kind of komt dat vanuit jouzelf? Voor mijn gevoel is het vanuit jouzelf. Wanneer het innerlijk kind geheeld is, verdwijnt het innerlijk kind. Wanneer het ego geheeld is, verdwijnt het ego. Wanneer jij bepaalde overtuigingen loslaat, is dat verdwenen. Dan heb jij een gezond verstand. We moeten daar niet aan vastklampen dat het er altijd maar zal blijven zijn. Want dat is ook weer een overtuiging waar je doorheen moet breken. Het innerlijk kind moet er altijd zijn. Die draag je altijd bij je. Nee, dat is niet zo. Dat is niet zo. Want dat betekent dus dat je altijd een blokkade bij je draagt. Jij kan dat kind zijn. Jij kan die moeder zijn. Jij kan die vader zijn. Maar dat betekent niet dat ze in jou moeten blijven hangen. Nee, jij bent het zelf. Jij bent je innerlijke vader. Je bent je innerlijke moeder. En je bent je innerlijk kind. Dat ben jij. Maar je moet het niet gaan dragen in jouw systeem. Want dat blokkeert. Want elke keer als daar dus iets gebeurt, ga jij dus terughalen, hè, bij dat innerlijk kind. En dat betekent dus dat het nog in jou zit. En dat moet verdwijnen. Net als de mannelijke en vrouwelijke energie gaat op een gegeven moment verdwijnen. Het gaat allemaal samensmelten. Tot het er niet meer is. Er is geen onderscheid meer. Er is geen onderscheid meer in het innerlijk kind. Mannelijk of vrouwelijke energie. Jij bent het gewoon. En wanneer jij het bent, dan kan je dat ook uitdragen. Ik weet wanneer ik moet ondernemen vanuit die mannelijke energie. Want ik ben dat. Ik ben mannelijke energie. Ik weet wanneer ik vanuit die vrouwelijke energie moet handelen. Ik weet wanneer ik compassie moet tonen. Bijvoorbeeld. Hè? Omdat ik vrouwelijke energie ben. En ik weet wanneer ik wil schommelen of kleuren. Want ik ben ook dat innerlijk kind. Maar je moet het niet gaan dragen. En dat is iets waar we uit moeten. Je moet het niet meer dragen. Het moet oplossen. De mystic krijgt de beslagen spiegel. Ja, dus er is iets nog wat wazig voor jou. Het zou kunnen zijn dat je er nog niet helemaal goed bij kan. Dat je het nog niet helemaal goed ziet. In dat verleden, of het patroon, zie jij misschien nog niet helemaal helder dat je dit doet. Hè? Dat je dat zoekt, zeg maar, vanuit die buitenwereld. Het kan zijn dat er nog een soort van waas is van, ik kan het nog niet helemaal helder zien in wat ik nou eigenlijk doe. Hè? Wat mijn patroon daarin is. Maar als jij dus met je innerlijk kind gaat zitten en vraagt, wat heb je nodig op dit moment? Dan krijg jij de antwoorden. En dan zal het ook helder worden. En dan ga je ook de patronen zien met mensen in jouw buitenwereld. Ja, inderdaad, ik ben heel erg afhankelijk of ik ben heel erg aanhankelijk. Ik vraag inderdaad heel veel aandacht. Omdat het kind niet... Ja, alleen durft te zijn, dat zou ook kunnen. Hè? Dat je niet alleen durft te zijn, omdat je wilt vasthouden, hè? Aan je ouders. Hè? Je vraagt die aandacht daaraan. Ik wil die aandacht, ik wil dat je me ziet, ik wil dat je me hoort, ik wil dat je me voelt. En wanneer dat dus niet is gebeurd in jouw kindertijd, ga je dat dus compenseren met mensen in jouw buitenwereld. Omdat dat nooit verwerkt is.
Het zit daar in jouw lichaam, in jouw systeem. En het groeit en het groeit en het groeit. En je klampt je steeds meer vast. Je vraagt steeds meer aandacht. En je raakt steeds leger. Je raakt steeds eenzamer. En je verliest eigenlijk jezelf. What did we lose? Jezelf. Het onderdeel innerlijk kind. Dit is ook 42-42 zie ik nu. Ja, wat je kwijt bent geraakt is jouw authentieke zelf, je ware zelf. Je ziel in principe. Je ziel raakt verwijderd van jouw systeem. Want je bent dus je systeem aan het vervuilen. Hè? Dus al die opgeslagen emoties zorgt ervoor dat je ziel steeds meer verwijdert. Want het heeft geen ruimte hier in jouw systeem. Waardoor je jezelf dus helemaal aan het verliezen bent. En jezelf is je ziel. En dat moet geconnect zijn. Dat moet tot elkaar komen. En hoe meer jij dus loslaat in die emoties. En het dus ook gaat aankijken en gaat verwerken. Zal je merken dat je ziel steeds meer terugkomt in jouw lichamelijke systeem. En daar weer ruimte voor is om te connecten. Goed, we gaan nog even een rondje tarot doen. Wat mag ik zien bij de orfen? De 7 van munten en de 4 van staven. 7 van munten is een kaart voor mij van afwachten, afwachtende houding, een beetje stilstaande houding. En de 4 van staven geeft voor mij aan verbinding. Ja, dus het staat stil in verbindingen. Omdat ze niet werkelijk vanuit onvoorwaardelijke liefde komen. Het komt vanuit liefde die nog angst draagt. Dus wanneer wij verbinding maken met mensen terwijl wij nog een ongeheeld kind dragen. Of een ongeheelde mannelijke energie of een ongeheelde vrouwelijke energie. Dan zijn die verbindingen gebaseerd op schijnliefde. De 4 van zwaarden en de Temperance kaart bij de Warrior. De kaart van heling. Hè, dus dit mag geheeld worden voor jou. En dat is natuurlijk een proces wat je met jezelf aangaat. Het innerlijk kindwerk. En daar moet je heel geduldig mee zijn. Heel geduldig mee zijn, want het betreft een kind in jou. Hè, die niet geheeld is. Die behoeftig is. Die verdriet heeft. Die boos is. Die angstig is. Hè, en dat mag je allemaal gaan bekijken, want het innerlijk kind heeft heel veel te vertellen. Draagt heel veel pijn en verdriet. Boosheid, angsten. En dat mag je allemaal gaan onderzoeken. Dat is niet één ding. Dat zijn heel veel dingen die jij dus gemist hebt in jouw kindertijd. En sommige dingen lijken onschuldig. Maar als jij echt in gesprek gaat met jouw innerlijk kind, dan kom je erachter dat sommige dingen niet zo onschuldig zijn. Dat je dingen ook geïdealiseerd hebt. Van jouw ouders. Het mooier gemaakt hebt dan het in werkelijkheid was. Kijk, als kind kan jij dingen niet verwerken. Het kind slaat op. Wanneer jij dus niet die juiste opvoeding hebt gehad met verwerking, hè, wat de meesten dus niet hebben gehad, dan gaat het kind dat allemaal opslaan. Het is een emotie, het is een energie, sla maar op, want ik weet niet wat ik ermee moet. Ik voel iets, maar ik weet niet wat ik ermee moet. Ik sla het op. Ja, en door de jaren heen kan jij dus heel veel opgeslagen emoties hebben
in jouw systeem. En dat mag je allemaal gaan bekijken, allemaal gaan verwerken en gaan legen uit jouw systeem. Zuiveren uit jouw systeem. En dat is een geduldig proces wat je met jezelf aangaat. En dit geldt ook precies hetzelfde voor de mannelijke energie en voor de vrouwelijke energie. Hè? Dus je komt dan het innerlijke kind naar voren. Het heeft geen volgorde. Soms zal die mannelijke energie ineens naar voren komen. Soms de vrouwelijke energie. Het maakt niet uit. Hè, er hangt geen volgorde aan. Maar je draagt ze alle drie. Je draagt ze alle drie en ze zullen alle drie geheeld moeten worden. En dat is een lang proces. Ik weet natuurlijk niet waar je staat, of je hier al mee bezig bent, of dat je net begint. Ja, dan kan het dus jaren duren. Zo'n proces kan jaren duren. De Mystic, wat mag ik daarbij zien? De Vier van Bekers. Ja, en de Vier van Bekers is dus het blind staren, zeg maar, op wat er niet is. Wat je niet hebt. Hè? Dus je wordt ook negatief, raakt gefrustreerd, verbitterd. Want je hebt niet wat je wil krijgen. Jij wilt die vervulling hebben. Jij wilt die aandacht hebben. Je wilt die erkenning hebben. En je krijgt het niet. Maakt niet uit wie er voor je staat, je krijgt het niet. Want je geeft het jezelf niet. En wanneer we het zelf niet kunnen geven aan onszelf, dan kunnen we ook niet verwachten dat iemand anders in de buitenwereld dat wel kan geven. Want in de wereld van 5D leven we in een spiegelwereld en alles is een spiegel. Dus overal waar je in kijkt, zie je eigenlijk jezelf. Ja, dus in elk mens die jij tegenkomt, daar zit iets in waar jij van kan leren. Die jou triggert ergens in een bepaald punt. Op de mannelijke energie, vrouwelijke energie of het innerlijk kind. Weet dat je altijd getriggerd wordt ergens in. En het is aan jou om dat te ontdekken. Oké, waar word ik dan in getriggerd? Wat zie ik in die andere persoon waar ik aan irriteer of verdrietig van word? Wat zie ik in die ander? Wat voel ik bij die ander? En projecteer dat meteen naar jezelf toe. Daar hoef je niet over te twijfelen. Het is allemaal vanuit jouzelf. Alles. Wie je ook tegenkomt. Ook al kom je de buurman bij de bakker tegen. En daar gebeurt iets. Richt het maar naar jezelf, want je wordt aangeraakt. En dan is het tijd om te helen. En de Vier van Bekers geeft dus aan, hè, Spirit geeft dan die vierde beker, zeg maar, aan. Maar jij kijkt er niet naar. En dat is vaak omdat we het niet weten. We hebben daar geen begrip van. Dat we in een spiegelwereld zitten. En dat elk persoon op ons pad een leerles is. Voor onszelf, om onszelf te helen. Hè, dus jouw kind, jouw vader, jouw moeder als die nog leven. Je oom, je tante, je vrienden. Onbekende mensen, collega's, iedereen die in jouw pad kruist, daar kan je iets uithalen. Daar kan je echt iets uithalen. En dat is het mystieke ook. Dat is het mysterie. Kijk, en wanneer je helemaal geheeld bent daarin, dan ga je over, dan ga je uit die spiegelwereld komen. En dan kom je weer in de realiteit te staan, de ware realiteit. En dan ga je niemand meer zien als spiegel. Maar dan kom je in de wereld van zuiveren. Hè? Je gaat alles zuiveren. Alles wat daar geleerd is en gedaan, ga je lichamelijk zuiveren. Het wordt allemaal losgelaten, de energie wordt losgelaten. En je leeft in de wereld waarin jij mag leven. De Ridder van Munten en de Zeven van Bekers. De Ridder van Munten, dat is een langzame energie, net als de Temperance kaart. Geduld hebben met jezelf, want je gaat vele paden bewandelen.
Hè, wanneer we in het 5D-systeem komen, dat is een langzame reis. Daar is heel veel geduld voor nodig, want je hebt zo ontzettend veel om te helen. Je draagt zoveel je draagt ontzettend veel blokkades, trauma's, pijn, verdriet, woede. Noem het maar op, dat zit allemaal in jouw systeem vast en dat mag daaruit. Dat mag geheeld worden. En ja, dat kan wel een poosje duren. Ja, dat kan jaren duren. Dus die ridder van munten, die geeft dat ook aan. Hè? Dat is een langzaam proces. Je gaat heel veel paden bewandelen. En de zeven van bekers geeft voor mij aan de illusiewereld. Het is de wereld van illusie. Ja, 5D is eigenlijk een wereld van illusie. Het is allemaal niet echt. Het is allemaal projectie wat je ziet. Het is niet echt. Kijk, 3D, dat is de onbewuste wereld. Daar hebben we niks door. Daar gaat alles langs ons heen. En denken we dat we gelukkig zijn. Maar 5D, dat is de illusiewereld. Hier kom je dus tot de ontdekking dat dingen niet kloppen. Dat er zoveel illusies zijn die jij draagt. Hè? Want het gaat altijd over jezelf. Niet over de illusies in de buitenwereld. Het gaat over de illusies in jouw binnenwereld. Want alles een spiegel is, wordt het allemaal geprojecteerd naar jezelf. Hè, dus als jij denkt van de waarheid komt aan het licht, hè, de illusies komen tevoorschijn. Ja, binnen in jouzelf, niet buiten jezelf. Allemaal binnen in jezelf. De waarheid komt binnen in jouzelf omhoog. Je denkt dat je de waarheid daarbuiten gaat zien. Je denkt dat je door illusies van de buitenwereld gaat zien. Nee, het is jouw binnenwereld. Die draagt al die illusies. De 9 van zwaarden bij de regenmaker, de angstkaart. He, dus wat ik al zeg, het innerlijke kind draagt heel veel angsten. Want het heeft de angsten nooit kunnen verwerken of niet goed kunnen verwerken. Als jouw ouders niet emotioneel beschikbaar waren, dan konden ze ook niet de juiste zorg geven. In die zin, bijvoorbeeld je bent heel erg bang voor iets geweest. En jouw moeder kon jou dus niet op de correcte manier die troost bieden. He, emotioneel troost bieden, hè, die geborgenheid geven, die veiligheid geven. Omdat ze dat zelf ook niet geleerd heeft. Zij kon dat zelf dus ook niet overbrengen naar jou toe. En het lijkt dus, hè, alsof je misschien getroost bent op dat moment, maar je voelde je niet meer veilig in een bepaalde situatie. En dat heb je naar binnen geslagen. Hè, en dat komt dan op latere leeftijd eruit, wanneer we gaan ontwaken, wanneer we gaan bewust worden, zeg maar, in het 5D-systeem. Dat is de bewustwording. Ja, en dan kom je erachter van, hè, er zit nog heel veel verdriet of er zit nog heel veel angst. Ik heb dat niet kunnen verwerken. Daar ga je allemaal bewust van worden. Dus ja, ik voel dit hier eigenlijk net al met die muis. Hè. De muis staat ook voor angsten. Dus je huist ook heel veel angst binnen in jezelf, vanuit dat innerlijk kind. En dan de doodkaart. De dood en wedergeboorte. Ja, die ga je dus talloze keren meemaken in het 5D-systeem. En dat is omdat je elke keer weer een oud stukje van jezelf gaat loslaten. Elke keer een stukje illusie gaat verdwijnen. En elke keer hebben we zo'n dood en wedergeboorte. Hè, dus er gaat een stukje dood en je komt weer tot leven. Dat betekent de illusie binnen in jouzelf verdwijnt en een stukje ziel komt weer terug. He, dus het zal steeds meer gaan dalen. Ik weet niet hoe je dat wil zien. Of steeds dichterbij komen. Dat maakt niet uit. Maar het moet samenkomen. He. De lichaam en ziel. En elke keer dus als jij dus zo'n dood en wedergeboorte door gaat maken. Dan komt er meer ruimte voor jouw ziel. He, dus je gaat daar ook steeds meer contact mee maken in 5D. Je gaat ook steeds meer, zeg maar, vanuit de ziel handelen. Omdat het, ja, simpelweg gewoon meer ruimte krijgt nu om vanuit jouw ware potentie het leven te leven. En niet meer vanuit die illusiewereld.
En wanneer dat helemaal schoongemaakt is, zeg maar, van binnen, dan kan jouw ziel dus gaan integreren in het lichaam. En dat betekent dus dat je uit de illusiewereld wordt getrokken en in de realiteit komt te staan, in je ware wereld. En dus niet meer die projecties gaat krijgen. Dus mensen die op jouw pad komen, die behoren op jouw pad. Dat zijn geen projecties meer. Dat zijn geen mensen meer waar je van moet leren. In de zin van heling. Hè? We leren altijd, begrijp me niet verkeerd, want anders krijg ik daar weer verwarring over. Hè? We leren altijd op bepaalde zaken, hè, wat we leuk vinden en waar we geïnteresseerd in zijn. Maar qua heling, karmische heling, karmische lessen, die zijn dan klaar. Hè? Dus er zullen dus ook mensen op jouw pad komen die gewoon in jouw wereld horen, waarmee je dus gewoon gezamenlijk het leven verder kan leven. Hè? Vriendschappen, partnerschap, familie. Dus ja, vele dood- en wedergeboortes in 5D. Absoluut, absoluut. Meer dan je lief is. Maar dat komt ook omdat we zoveel dragen en zoveel gezuiverd en geheeld mag worden. Goed. Ja, dus die ziel die zit daar op de bodem van de put. En die mag je eruit gaan halen. Hè? Dus elke keer een stukje ruimte maken voor jouw ziel. Zodat je ziel de hele ruimte weer krijgt in jouw lichaam. En in eenheid komt met jezelf, met jouw lichamelijke systeem. Oké. Dit is het bericht. Ik bedank jou voor het kijken. Mocht je meer ondersteuning behoeven, dan kan jij via petjeaf.com je aanmelden, lid worden. Als je op de titel klikt van deze video, dan kom je in de beschrijvingsbox terecht. En daar staat ook de link daar naartoe en andere informatie. En dan bedank ik jou voor het kijken en wie weet zie ik je snel weer terug. Doei!